We krijgen natuurlijk wekelijks allemaal berichten van jullie binnen met veel voorkomende problemen. En vandaag ga ik eentje behandelen die ik heel vaak ben tegengekomen. Namelijk stinkvoeten. Maar niet alleen ga ik behandelen hoe je het best van stinkvoeten af kan komen, maar ook hoe je je stinkschoenen het best kan behandelen, waardoor je hier nooit meer last van zou hebben. Daar heb ik namelijk twee tips voor. Kijk maar eens mee. Voordat ik verder ga, wil ik jullie allemaal eerst even vragen om je te abonneren. Als je deze video leuk vond, geef even een duimpje omhoog. Laat een reactie achter als jij nog een handige tip wil weten en dan gaan wij voor jou aan de slag. Oké, dus wat heb je hiervoor nodig? Ik heb hier twee dingen voor gekocht, namelijk zwarte thee. Zoals je ziet, zwarte thee met citroensmaak. En eigenlijk heel simpel, salieblaadjes. Ik wilde eigenlijk eerst normale salieblaadjes kopen, maar toen ik eenmaal in de winkel was, hadden ze alleen de vermalen. Dat maakt dus eigenlijk helemaal niks uit, maar ik ga je dus vandaag laten zien hoe je dat moet doen. Zweetvoet is natuurlijk iets waar we allemaal last van hebben. Dat komt omdat we allemaal zweetklieren hebben. En ik heb wat onderzoek gedaan en wat blijkt, per persoon scheiden we per dag met onze voeten 300 tot 500 milliliter zweet af. Dat is natuurlijk hartstikke veel. En dan moet je nagaan dat je ook nog eens een groot gedeelte van de dag op je schoenen rondloopt. Nu heb ik dus wat onderzoek gedaan en zwarte thee schijnt dus heel goed te helpen. Wat gebeurt er nou? Je vermengt twee theezakjes met ongeveer 2 koppen warm water. Dat doe je in een voetenbadje met normaal water met een aangename temperatuur. En dan laat je je voeten elke dag voor een week lang ongeveer 30 minuten in weken. Wat gebeurt er dan precies? Je zweetklieren die gaan openstaan, waardoor al het zweet eruit komt. En je lichaam die raakt er op een gegeven moment aan gewend, waardoor je voeten dus minder zweet zullen gaan uitstoten. En dat ga ik jullie nu laten zien. Het is eigenlijk heel erg simpel. Dus we zijn inmiddels een paar momenten verder. Ik heb hier 2 kopjes thee gemaakt. Laat ze lekker sterk worden. Je gaat het toch niet opdrinken, dus je kan het theezakje er een behoorlijk tijdje in laten zitten. En dan heb ik hier onder mij heb ik een pak met lauw warm water. Daar ga je de thee zo meteen bij doen en daar laat je je voet een half uur in weken. En dat ga ik nu voor jullie testen en dan ga ik daarna laten zien of het ook daadwerkelijk heeft gewerkt. A few moments later. Dus ik ben inmiddels een half uurtje verder. Mijn voeten zijn er inmiddels uit, zoals je kan zien. Het water is een klein beetje troebel geworden, wat goed is. Want je zag echt allemaal dode huidschilfertjes van mij zag je in het water liggen. En ik durf dus echt wel te beweren dat deze methode werkt. Mijn voeten roken een beetje voordat ik ze erin stak. Die geur is nu volledig weg. Kan natuurlijk ook aan mezelf liggen. Maar deze manier schijnt heel goed te werken. En ik heb hem net zelf uitgetest. En ik kan het eigenlijk alleen maar beamen. Dus heb je last van stinkvoeten? Probeer deze manier uit. En laat ons weten of het voor jou heeft gewerkt. Want voor mij werkt in ieder geval wel. Gaan we door naar de volgende tip. Dat is natuurlijk hartstikke leuk en aardig hoor. Dat je je stinkvoeten kan verhelpen door ze in een bak met thee te stoppen. Maar als je stinkvoeten hebt, dan gaat het gepaard met stinkschoenen. Dus vandaar dat ik een extra tip voor jullie erbij heb gedaan. Hoe je van stinkschoenen afkomt. En daar heb ik een oud paar sportschoenen van mij. Die ruiken niet heel fris, kan ik je vertellen. Maar dus het enige wat je hiervoor nodig hebt om die stank te verdrijven is salie. Wat is salie precies? Dat is een kruid dat best wel sterk ruikt. Als je het zelf ruikt, zou je het ook ongetwijfeld herkennen. Je hebt eigenlijk salieblaadjes nodig. Die kon ik niet vinden, dus ik heb gedroogde salie genomen. Maar daar heb ik een heel goed alternatief voor. Je hebt namelijk, je pakt een klein stukje wc-papier. Ik zal het jullie even laten zien. Doet er een beetje salie in het midden op. Op deze manier. Dan vouw je het als het ware dicht als een klein cadeautje. Op deze manier. Zodat de salie erin zit. En als je die dag hard hebt gewerkt, je komt thuis en je schoenen stinken, leg je dit dingetje gewoon in je schoen neer. Wat er gebeurt, die salie die absorbeert eigenlijk de vieze geurtjes en die neutraliseert het samen met zijn eigen geur, waardoor je de stinkgeurtjes niet meer ruikt en je dus geen last meer hebt van mensen die hun neus moeten dichtknijpen op het moment dat jij er langs bent geweest. Leg je ze gewoon in de gang neer en laat je ze staan en dan zal je zien dat er geen stank meer vanaf gaat komen en dat jij voortaan ongestoord je schoenen uit kan doen bij wie je ook thuis bent. Dit was het dan alweer, een nieuwe video voor vandaag. Vond jij deze video nou leuk? Geef ons alsjeblieft even een duimpje omhoog. Je kan je hier rechtsonder kan je abonneren. Laat ons weten in de reactie of jij nog een nieuwe video wilt zien. Of heb je vragen, stel het ons, twijfel niet. En dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video. Dat is handig!